Soms heb je sporters die staan aan afloop een beetje plichtmatig voor de camera. En soms sporters die staan heel voldaan voor de camera. Ik denk dat jij tot de tweede categorie hoort. Ja, sowieso. Als je wint, dan ben je sowieso blij. Hè? Dus ik ben zeker voldaan. Voldaan, tevreden, ook een beetje verrast? Nee, zeker niet. We weten gewoon dat we Groningen kunnen verslaan, zeker hier. Dus verrast zeker niet. Wel voldaan, maar goed, we moeten niet te lang blijven vieren, want over een paar dagen spelen we wedstrijd 5. Ja, wat is wat jou betreft het verhaal van deze wedstrijd? Dus het begint heel sterk en het tweede kwart, de laatste 5 minuten van het tweede kwart verliezen we de focus een beetje, waardoor ze weer helemaal terugkomen. Gelukkig konden we ons herpakken in de tweede helft en we hebben ze gewoon verdedigend zo onder druk gezet dat we weer konden uitlopen en dat gat konden houden nu. Ja, het ging niet meer wankelen in het tweede gedeelte. Nee, dat wat ik zeg, we hebben die focus gewoon vast kunnen houden. En die druk zijn we blijven zetten. En dat heeft gewoon goed uitgepakt. Ja, best of 7. De eindstreep nadert. De druk om de thuiswedstrijden te moeten winnen, sowieso, die lijkt me gigantisch. Nou ja, zeker weten. We moeten nog 2 keer winnen. En in ieder geval 1 keer thuis. En dan moeten we nog steeds daar 1 keer winnen. Dat is het meest zware taak. Maar goed, daar gaan we zondag voor. Ja, wat voor elementen gaan nou een rol spelen? Welke details? Ja, weet je, op een gegeven moment dan weet je als team zijn, weet je alles van elkaar. Dus dan gaat het inderdaad om de details wat je zegt. Wie het beste zijn strategie uitvoert, zijn beste zijn verdedigende taken uitvoert. En dan zullen we zien wie er aan het einde van de rit winnaar is. Ja, hoe kwam het dat jij vandaag zo excelleerde? Gewoon mijn best doen. En ze vielen toevallig in mijn handen gelukkig. En als ik ze niet pak, dan pak meestal iemand anders ze wel. Dus vandaag was ik de gelukkige. Op naar Groningen, dan moet een keer gewonnen worden. Ja, op een zondag. Proberen we zondag meteen.